De nieuwe BMW M3 is los. Geld terugverdienen door je eigen auto uit te lenen. De ANWB gaat auto's verkopen. Welkom bij het Autoweekjournaal van donderdag 17 november. Over 3 weken gaan we in Barcelona rijden met de nieuwe BMW 3-serie. Deze week al snapten we de allersnelste versie van de 3, de M3. Je ziet het goed, hier rijdt een sedan. En dat zou kunnen betekenen dat de M3 eerst als sedan wordt gelanceerd. Net als de M5 gaat ook de nieuwe M3 terug in aantal cilinders. Het wordt een 6 in lijn met turbo en 450 pk. 30 pk, meer dan nu. Op z'n vroegst is deze auto eind 2013 op de markt. Want de gewone 3-serie moet zelfs nog officieel geïntroduceerd worden. Leuk om te melden, de nieuwe M3 komt ook weer als handgeschakelde versie. Autoweeklezer Niels de Klerk fotografeerde het interieur van de auto toen de gecamoufleerde M3 in de buurt van de ring getankt werd door een BMW testvaarder. En daar is de pook te zien. Bij ons in de studio te gast Martin Scheper, programmamanager van de ANWB. Martin, welkom. Dankjewel. De ANWB heeft een nieuw initiatief, auto's verkopen online. Is dat nou wel iets wat past bij een ANWB, een grote onafhankelijke organisatie, die gaan auto's verkopen? Ja, wij zijn inderdaad op 15 november begonnen met ANWB Auto Koopservice. En dat doen we omdat we onze leden willen helpen. Onze leden hebben aangegeven dat ze het traject bij de dealer, het onderhandelen met de dealer, als lastig en soms onplezierig ervaren. Dus wij hebben dat traject overgenomen. Dus we bieden op een makkelijke manier, duidelijk, met een mooi voordeel, kunnen mensen bij ons de auto bestellen. Mm-hmm. Dus eigenlijk geen gedoe in de showroom meer. Oké. Hoe werkt het? Je bestelt online? Je gaat online, kies je merk, model, uitvoering en stel je helemaal zelf je auto samen. Dan zie je direct wat de standaard korting is. Dus de korting die ongeveer in de showroom geleverd wordt. Vervolgens kan je bij ons een offerte aanvragen. Daar vragen wij €20 voor die gedurende 6 weken geldig is. Mm-hmm. Dus gedurende 6 weken kan je meerdere offertes aanvragen. En dan zie je het additionele voordeel. Dus bijvoorbeeld, je hebt een auto uitgekozen, een standaard korting van 4%. En wij bieden dan nog, in dit voorbeeld, 3% extra. Dus de ANWB-leden hebben dan 7% voordeel. En dat is direct duidelijk, zonder onderhandelingen, zonder gedoe. Oké. Service, garantie, onderhoudsbeurt, hoe zit dat dan? Alle auto's worden vanzelfsprekend met de fabrieksgarantie geleverd. De auto's worden geleverd door de importeur. En die wordt vervolgens geleverd door de dealer. Dus ook daar de service is ook gewaarborgd. Want we hebben er bewust voor gekozen dat de auto geleverd wordt door de dealer in het postcodegebied van het ANWB-lid. Dus de auto-importeurs en de dealers die juichen dit initiatief toe? Ja, het is natuurlijk altijd even wennen. Het is een nieuw initiatief, het is een nieuw fenomeen. Al 100 jaar worden op dezelfde manier auto's geleverd. Maar de reacties die we tot op heden krijgen, die zijn overwegend positief. Mm. Juist ook omdat we de importeurs en de dealer bij dit initiatief betrokken hebben. Oké. Okay. En een Aston Martin, kan ik die ook online bestellen? Een Aston Martin staat niet standaard op in onze collectie. Maar daar kunnen we wel in bemiddelen. Dat zonder probleem. Oké. Okay. Goed, Martin, dankjewel. Een auto, dat is een heerlijk luxe bezit, maar het kost wel veel geld. Ook als je hem niet gebruikt. Nou, er is nu een mogelijkheid om iets terug te verdienen van dat geld. Door je aan te sluiten bij WeGo. Moet je wel je auto uitlenen. Niek de Boer praat met Ilona van der Rijt van WeGo over hoe dat precies in zijn werk gaat. Nou, WeGo is een online en particulier autoverhuurplatform. Dus wij stellen auto-eigenaren in staat om met hun auto eigenlijk geld te verdienen. En voor mensen die zelf geen auto hebben, die kunnen via ons platform kiezen uit een grote variatie aan auto's met voordelige huurprijzen. En misschien het belangrijkste nog wel is dat het ook een duurzaam mobiliteitsprogramma is. En hoeveel auto's hebben jullie in je assortiment? Nu hebben we ongeveer 100 auto's. Die zijn allemaal te bekijken op onze website. Verspreid over heel Nederland. We hebben 2 type lidmaatschappen. WeGo Direct en WeGo Meet. WeGo Direct auto's zijn vooral beschikbaar in Amsterdam. En het andere programma is in heel Nederland bereikbaar. En dus kijk op de website en dan zie je wat voor een auto's we hebben en waar. En hoe werkt dat praktisch? Komt hij naar me toe of moet ik hem zelf op gaan halen? Je moet hem inderdaad zelf op gaan pikken. Via onze website kun je dus zien waar die exact staat. En middels een
digitale pas verkrijg je toegang tot de auto en kun je dus op pad. En in de rest van Nederland, dus dit is echt het Amsterdam lidmaatschap. En in de rest van Nederland spreek je af met de auto-eigenaar zelf. Doe je samen een check-in, de eigenaar overhandigt de autosleutel en ja, vervolgens kun je op pad. Huurders kunnen kijken op onze website wat voor een soort auto ze willen. Een campervan, een Audi TT hebben we zelfs, een Jeep Cherokee, een Fiat Panda, nou noem maar op. En ja, dan kan het in principe gewoon beginnen. Dus ja. En als ik WeGo nou maximaal benut, hoeveel kan ik er dan mee verdienen? Ook een goede vraag. Dat is helemaal afhankelijk van ja, hoeveel jij je auto beschikbaar stelt per maand. En dan ook natuurlijk hoeveel mensen die auto ook daadwerkelijk huren. Dus wij proberen de auto-eigenaar ook te adviseren in een huurprijs. Dus in principe kunnen ze zelf bepalen wat ze willen hebben per uur voor een auto. Daar zit ook een stukje afschrijving bij en een brandstofprijs. En ja, als je geluk hebt, als jij je auto goed in de markt zet via ons platform met leuke foto's, speciale features, dat je een fietsenrek hebt, dat je ja, een kinderzitje hebt, een skibox, dat je een voordelige huurprijs hebt, dat je een mooi dagtarief hebt, ja, dan kan het zomaar zijn dat je ja, misschien wel 2.000 tot 4.000 euro per jaar kan verdienen aan je auto. Eerder zagen we al bij ons het project Car2Go, een soort witte fietsenplan, maar dan met elektrische smarts in Amsterdam. Nou, het initiatief WeGo heeft dus weer een iets andere insteek. We blijven het volgen. De persdag van de LA Auto Show is in volle gang en onze verslaggever Roy Kleiwecht is ter plekke. Nou, de eerste beelden zijn binnengekomen. LA is een vrij bescheiden show. De hoogtepunten zijn de Jaguar XKRS Cabrio, de CX-16 van Jaguar, de Porsche Panamera GTS en de Subaru BRZ. Maar dat is nog niet alles. Van het weekend gaan we de Opel Astra GTC uitproberen, de coupé-versie van de Astra. En we gaan de eerste kilometers maken met de Seat Mi, de Up uit Spanje. Maar de kers op de taart, dat is natuurlijk de nieuwe Porsche 911. Die gaan we morgen rijden. Dat was het voor nu. Bedankt voor het kijken en tot ziens.